In ons vaste plaatsje hier. Een hele gezellige klusomgeving. Ja. Met sfeerverlichting. En zachte muziek op de achtergrond. Exact. Van eten. Oh. We beginnen inderdaad met pasta en soep. Voor ons Nederlanders. Een beetje een rare ontbijt, maar ja, iets anders hebben ze niet. Of iets broodjes met condensed mic. Hongkong staat bekend om zijn wolkenkrabbers en de drukte. Maar Evan nodigde ons uit om een andere kant van Hongkong te ontdekken. Zo reden we met de bus naar Tai O. Appelsappelpoeier. Jellybeans-achtige zwarte dingetjes. Alleen dat bubbly, dat zie ik zo. Het smaakt erg lekker. Tuinkabouters! Oh, een sandwichje zit er ook bij. Oh. Kijk, ik kun je een wasmachine en de trommel ook voor gebruiken. Van barbecuen. Het is zo'n andere wereld dit. Niks wolkenkrabbers meer, alleen maar lage huisjes. En heel erg dorps, zeg maar. Heel bijzonder. Mooi kleurtje. Mooi hoor. That's the color. Thank you. Thank you. Nou, we gaan met het gondeltje naar de Big Buddha. Zevende gondel is het hoor. Oh, oké. Okay. Ik hoef niet te varen. Ik hoef niet te peddelen. Oh, daar gaat hij. Bye bye. Dat vind ik meer zo'n Efteling. Misschien is het wel iets voor de Efteling om hem over te nemen. Er zijn genoeg Chinese sprookjes. Helaas was het net te laat met mijn camera. Maar ik krijg net twee foutjes aangeboden. Ik
veel mensen nu in de gondel hebben getroffen. Ja, in Taihau. In Taihau. Hoor dan in ons achter onze namen. Hoe kunnen die mensen nou onze naam weten? Wie kent ons in Hongkong? Ja, hartstikke aardig. Dankjewel. A small world after all. We waren nog maar net het park ingelopen. Toen werd omgeroepen dat de laatste bus over 3 kwartier zou vertrekken. We moesten dus flink rennen om op tijd de Big Buddha te kunnen bekijken. Nu wij toch in Hongkong zaten, leek het mij leuk om volledig in make-up wat foto's te maken in het centrum van de stad. Hongkong is de meest veilige stad van de wereld, dus wat veiligheid betreft zat het wel goed. Al waren wij nog steeds wel op onze hoede.